Hey, ik ben Cheima en in deze video ga ik het hebben over de iO Oral-B elektrische tandenborstels. Dit is Oral-B's meest geavanceerde lijn, dus voor ieder wat wils. In deze video ga ik het hebben over de iO 4, 5 en 6. En ik heb een andere video gemaakt over de iO 7, 8, 9 en 10. Wil je die nou zien? Ga dan naar de link in de beschrijving. Laten we beginnen. Dan gaan we het hebben over de verschillende standen. Wat mij betreft een van de belangrijkste onderdelen bij het kiezen van een elektrische tandenborstel. Laten we als eerst beginnen met de iO 5 en de 6. Deze hebben namelijk 5 standen. De standaard poetsstand, de wittere tandenstand, de massagestand voor de bloedsomloop van je tandvlees om de gezondheid hiervan te verbeteren. En als je last hebt van gevoelige tanden, dan heeft hij ook een stand daarvoor. En dan heb je ook nog een intense stand voor als je bijvoorbeeld hardnekkige aanslag hebt op je tanden. En de iO 4 heeft 4 poetsstanden. Je mist dus bij dit model de massagestand. Dus als je last hebt van je tandvlees en je wilt dit heel graag aanpakken, dan kun je dus beter voor een van de andere 2 modellen gaan. Zoals je kan zien heeft de iO 6 een interactief display, zoals ze dat zo mooi noemen. Hierop kun je allemaal informatie aflezen, zoals welke poetsstand je op dat moment wil gaan gebruiken. En je hebt ook instellingen en hierin kun je hem terugzetten naar fabrieksinstellingen of bijvoorbeeld de taal veranderen. Nou, de iO 5 en de iO 4 hebben dus geen interactief display. Daar zie je gewoon allemaal verschillende lampjes en hier kun je dus ook selecteren welke stand je wil gaan gebruiken. Alle tandenborstels uit de iO-lijn zijn te verbinden met de smartphone via de app, waar je feedback krijgt op jouw poetsgedrag en hoe je deze kan verbeteren. Denk hierbij aan een poetstimer en je kan ook zien welke tand je al hebt gehad tijdens het poetsen. En ze hebben ook allemaal een poetsdruksensor. Nou, alle 3 deze modellen hebben ook een lichtsignaal die dus de poetsdruk aangeeft. Op het moment dat je gewoon goed je tanden aan het poetsen bent, dus niet te hard, dan zie je gewoon een groen lichtsignaal. En als je te hard drukt, dan zie je een rood lichtsignaal. En dat wil je natuurlijk niet, want dan krijg je last van je tandvlees. En wat belangrijk is om te weten, is dat de iO 6 net wat geavanceerder is in dat opzicht. Bij de iO 6 is het namelijk zo dat op het moment dat je te hard drukt, de rotatie ook wat zachter wordt, zodat je je tandvlees niet beschadigt. En bij die andere 2 modellen moet je daar zelf rekening mee houden. En tot slot krijg je natuurlijk ook een reisetui meegeleverd. Let er wel eventjes op, deze kun je niet opladen. Dus als je op vakantie gaat en je wil graag je elektrische tandenborstel meenemen, dan moet je je oplader ook even meenemen. En over het opladen daarvan gesproken, de iO 4 en de iO 5 duren wat langer voordat je ze hebt opgeladen. Je hebt hier zo'n 16 uur de tijd voor nodig. En bij de iO 6 duurt het zo'n 12 uur om hem helemaal op te laden. Oké, nou zoals je hoort, genoeg om over na te denken. Mocht je nog vragen hebben, laat het me dan eventjes weten in de comments. Dan komen we daar zo snel mogelijk op terug. En voor nu, tot de volgende video. Doei!